Dag allemaal. In oktober 2020 ging de Vivaldi-regering van start. 7 partijen vonden elkaar, tekenden een ambitieus regeerakkoord uit en schoten onmiddellijk uit de startblokken. Mij werd gevraagd om in 1 minuut tijd de Vivaldi-verwezenlijkingen tot nu toe samen te vatten. Net zoals wereldwijd enkele politici mij hebben voorgedaan. Here we go. Ons land kreunt onder de COVID-crisis en mensen kregen het zwaar. Er kwam extra hulp voor de zorg en steunmaatregelen om bedrijven en mensen door de crisis te loodsen. De laagste pensioenen en uitkeringen werden verhoogd. We willen een goede werk-privé-balans en breiden het geboorteverlof voor vaders en meemoeders uit. Het federale actieplan Mentale Veerkracht bestrijdt burn-outs. De effectentax zorgt ervoor dat de sterkste schouders een faire bijdrage leveren. We scharen ons ook achter de Europese doelstelling om 55% minder CO2 uit te stoten tegen 2030. Het geld van het Europese herstelplan gaat voor meer dan de helft naar groene investeringen. Deze regering kiest volop voor hernieuwbare energie, zodat de markt zich daarop kan richten. We werken aan de uitrol van glasvezel en 5G en zorgen zo voor stabiel internet. We investeren in digitale vooruitgang en cyberveiligheid en werken de digitale kloof weg, zodat ons land een digitale koploper wordt. Maar daarvoor hebben we al onze talenten nodig. En met het Women in Digital Plan gaan we voor meer vrouwen in ICT. Ik zou nog uren kunnen doorgaan, maar time is up.